Hallo allemaal. Het is koud. Het is koud, nat en mistig. En ik moet zeggen, ik ben ook niet in mijn meest vrolijke stemming. En toch ga ik een video maken. Toch ga ik even wandelen. Ik ga even lopen met een metaaldetector. Ik moet gewoon even mijn hoofd leeg maken. Dus ik ga gewoon zoeken. En ik ga eigenlijk niks bijzonders doen. Ik ga gewoon lekker zoeken. En deze video maak ik gewoon omdat ik dat zelf wil. Omdat ik dat zelf gewoon... Als ik daarmee bezig ben, dan heb ik even mijn hoofd leeg en dan ben ik even met andere dingen bezig. Ik heb nu een paar uurtjes eventjes voor mezelf genomen en ik ga gewoon zoeken. En ik hoop dat ik wat moois vind. Zo niet, ben ik gewoon even lekker bezig. Nou, eerste vondst. Ik denk een soort kastknop. Er zat een aantje van die laders, die zaten onder elkaar en dan op elke lader zat zo'n knop. Dat denk ik. Ja, ik kan jullie helaas de detector niet laten zien, maar moet je kijken, dit is echt een heel klein muntje. Dat is echt... Voor zo'n klein, miserig muntje is dat heel diep. Nou, de Toy Soldier is het nog niet verleerd. Kijk eens even, een treinwieltje. Yep, leuk. Toch nog een stukje speelgoed uit de grond weten te redden. Kijk, een superleuk gespje. Het is, ja, hij is niet zo best meer, maar hij is wel, wel mooi versierd geweest. Een gespje. Hier, het is zo koud buiten. Het is zo koud buiten. Het is gewoon bevroren. Ja, het is echt een vogeltje. Een zwaluw. Heel gaaf. Echt heel gaaf. Jawel, jawel. We hebben een coinbal. Tenminste, het wordt pas een coinbal als er een coin in zit natuurlijk. Voorzichtig uitpakken. Jawel, kijk. Leuk is dat, hè? Dat je dat al een beetje kan voorspellen. Nou, een muntje. Leuk. Dit blijft altijd wel erg leuke vondsten om te vinden. Het is een treurfluitje. Het is een beetje jammer dat die stuk is. Je vindt ze wel vaker, dus ik heb gelukkig ook nog wel ergens een hele. Maar het is een fluitje. Een fluitje, leuk. Ja, ja, we hebben weer een coinbal. Gaan we weer samen kijken wat erin zit. Oh, het is geen coin. Het is een... Ja, wat is dit? Een stukje schroefdraad, ik weet het niet. En met... deze zilveren 25 cent sluit ik de video af. Ik ben helemaal door koud. Door en door koud. Dus ik ga lekker een badje nemen. En dan gaan we weer door naar de orde van de dag. Maar dit is natuurlijk wel weer een ontzettend leuke vondst. Zo'n 25 centjes. En dit is een oude. Super leuk om hiermee af te sluiten. Super goed voor mij ook.
omdat ik echt eventjes nodig had om eruit te gaan. Jongens, bedankt voor het kijken. En ik zie jullie de volgende keer weer. Voor nu, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.